Welkom dames en heren bij deze nieuwe nieuwsservice. We staan hier bij de cinema, want we gaan hier voor de eerste keer de première zien van de Van Fossum film. De gloednieuwe Van Fossum film. Onderweg naar binnen gaan we de acteurs die voorbij komen. Gaan we eventjes wat vragen stellen. We gaan zien wat ze zeggen. You just gotta sit back and fire it up, brother. Ja, ik ben dus Jojo van Fossum, de enige echte aangenaam. Ik ben de regisseur van deze film, ja. En ik speel dus de de gevaarlijke zot van de film, ja. Hallo, mijn naam is Jean-Jacques van Fossum, een van de twee eigenaars van Fossum Productions. Ik speel de winkelbediende, de rechercheur en de zwerver in deze pracht van een film. Ik zie ik de Roger van onder, ja. En de film speel ik een psycho-dingen, ja, een psycholoog, ja, slash dokter ook soms een keer. En voor de rest ben ik een dagelijks leven een taxichauffeur, ja, zeker. Helemaal, zoals jullie wel weten ben ik Henrietta van Vogelen. Ik speel de moeder en de zus van onze psychopaat in de film. En ook wezend getrouwd fans. Je favoriete acteur kan je ook nog voor een handtekening vragen. Oh nee, oei, Kevin, wat heb je gedaan? Waar is je zus? En waarom heb ik helemaal bloed? Oh nee, Kevin, Kevin. Zeg, madame, is het toch niet vreemd, die want ziet toch omvalt, Iho? Ja, dokter. Ik heb juist nog twee twarkels gegeten. Dokter, waarom praat je niet? Er wordt zo'n cinemaat nooit stil als ik hem zandelen in de kelder. U zuurde het al meer of 20 jaar niet gesproken, madame. Al 20 jaar zit je allemaal in je forte muur te kijken. Dat is ongelooflijk.
Woon dat vindje komen met wat morfine aan een liedje van K3. Oei, oei, Kevin, wat doe je? Niet weglopen! Kevin, kom terug! Kevin! Kom terug, godverdomme! Hoi, jongetje! Oh, baby. Monarch, where have you been all my life? Hallo dames en heren, welkom bij een speciale nieuwsuitzending van Daniels Nieuwsservice. We zijn hier bij het ziekenhuis. Hier is iemand ontsnapt. Meneer, wat weten jullie over? Oh, wel, dat was dus een ultiem gevaarlijke psycho... een zot die ontsnapt is, event. Ja, ja. Waarom is hij eigenlijk zo gevaarlijk en hoe is hij toch uit een speciaal ziekenhuis, ik neem aan in een speciale kamer, is kunnen ontsnappen? Wel, ja, die vindt dat hem zijn zuster vermoord, die een stuk over 20 jaar is geleden. Dat was ongelooflijk. Is het dan voor speciaal nieuws uit van Daniels Nieuwsservice? Dat is dus, kijk uit voor deze psychopaat. Zie je hem, contacteer de politie. Daniels Nieuwsservice, over en uit. Miljarden, waar zijn al die agenten hier? Ze zijn weer bezig met een bankzieker, godverdomme. Zo, daar is hij dus wel een psychopaat ontsnapt, is weg. Hey. Ja, die gaan er heel de stad uitmoren, ja. Ja, meneer, hoe kan ik u helpen? Meneer? Hallo? Zeg, blauwe plezante. Wat nog praten? Ah! 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 Wat is dat er aan? Je hebt nog een masker. Ja, meneer de dingen hier. Kijk, ik heb je hulp nodig, want die flitten hier zijn er weer niet in. En er loopt hier een gevaarlijke zot rond in de stad. Help me dit stuk krapule te vangen, Ivens. En de groetjes aan Maria, je zegt. Oei, oei, oei. Oei, oei, oei. Oeh. Oeh.
Kevin, laat me gerust. Kevin, laat van mij weg. Kevin, nee. Kevin. Ah! Oeh! Ah! Miljard. Vriend 10. Hoi, krappelukke. Zijn einde is aangekomen. Yes, jawel. Heb je taxi besteld? Yes, Mr. Wong hier voor taxi. Yes, jawel. 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 Ah!
Thank you.